Vanavond is de start van de avondvierdaagse voor ouderen en minder valide. Die wordt al voor de 50ste keer gehouden. En dat is heel bijzonder en iets om trots op te zijn. Volgens de wethouder is het succes achter deze avondvierdaagse logisch te verklaren. Het gaat om gezondheid, dus het is fijn om ook te kunnen bewegen en om onderdeel uit te kunnen maken van een gezellige bijeenkomst. En dat je hier niet per se 4 avonden achter elkaar hoeft te zijn. Als je er 2 mee kan doen, dan krijg je ook aan het einde gewoon een medaille. Dus dat zijn allemaal belangrijke dingen om vanavond te vieren. Ik denk dat de sfeer heel goed is, dat mensen het heel leuk vinden dat ze mee kunnen doen. Dus het gaat echt om iedereen daarbij betrekken. Je ziet achter me ook veel mensen in een rolstoel die vanavond mee kunnen lopen en rollen. Dus volgens mij gaat het daar ook heel erg over. Dat mensen het fijn vinden om mee te kunnen doen en daarom keer op keer weer terugkomen. Voor sommige deelnemers is het al heel bijzonder om mee te kunnen doen aan deze avondvierdaagse. Zo ook voor Anneke. Toen heb ik zelf de vierdaagse gelopen, de echte vierdaagse. En heb ik ook uitgelopen. En dat ging allemaal heel goed. En toen kreeg ik ergens last van. Het was afgelopen met de lol. Zeker. Dat is zeker prachtig. Dat geeft hetzelfde gevoel een beetje. Ja. Alleen anders, hè. Giel Kok is er al vanaf de eerste editie bij. Hij weet ondertussen al wel hoe je het in goede banen kan leiden. Ja, dat kun je alleen maar doen als je een beroep kunt doen op vrijwilligers. En ik hoef eigenlijk maar aan te geven in februari of zoiets. Dan zeg ik, jongens, dan en dan is de avond vierdaagse, mag ik weer op jullie rekenen. En je ziet het, ze komen allemaal, ze zijn er. Als het goed is, is er op de rustplaats ook weer muziek. Op de rustplaats staat ook een catering van eigen mensen die dat vrijwillig doen. En het is, en uiteraard wat betreft de deelnemers, ja, dan hebben we hele goede contacten met de instellingen. En halverwege de tocht zit de goede moed er nog steeds in. Hartstikke goed gaan, hartstikke leuk. Ik ben vrijwilliger bij Nijenveld en ik loop met een mevrouw die zelf kon lopen. Gelukkig. En die deed heel erg goed. Maar nu merken we dat ze een beetje moe wordt en hebben ze eventjes in de rolstoel gezet.